Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven Limburg. In de rest van het land start de dag met veel zonneschijn, al trekken er wel een paar buien over het westen en noorden van het land. En vooral boven het Waddengebied zijn die de eerste uren behoorlijk pittig. In de rest van het land breidt de buigheid zich in de loop van de ochtend en middag uit, maar droge weer overheerst en de zon die houdt de overhand. Alleen in Limburg, daar heeft de bewolking vaak de overhand en breekt de zon slechts af en toe door. Temperaturen 20 tot 22 graden, waar nog steeds een stevige zuidwestenwind. In het binnenland 3 tot 4 boven, aan zee 5 tot 6 boven. Vanavond ook nog enkele buien, dan vooral weer in de kustprovincies. De temperatuur ligt halverwege de avond rond 17 graden. Morgen hetzelfde verhaal, opnieuw in de loop van de dag steeds meer buien met een kleine kans op onweer, temperatuur rond 21 graden. De wind die neemt morgen een fractie af in vergelijking met vandaag. Vrijdag is de kans op onweer groter en temperaturen liggen ook dan weer rond de 20 graden bij een afwisseling van zon en wolken. En ja, wat moeten we bij zaterdag en zondag zeggen? Nou, de temperatuur gaat een graadje naar beneden, maar verder verandert er eigenlijk weinig. Het blijft dus gewoon licht wisselvallig weer. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl.